Mijn opa is een hele charismatische man, 93 jaar oud, inmiddels blind. Heeft een maand geleden nog zijn laatste boek gepubliceerd. Dus echt iemand die heel graag zijn denkbeelden over de wereld wil delen met mensen. En ook al is hij blind, hij heeft zoveel gezien van de wereld. En hij is een van de beste mensen waarmee ik kan praten over dingen die me bezighouden. Als ik belangrijke beslissingen moet nemen, of als ik ergens tegenaan loop, of als ik gewoon iets leuks wil delen, dan wil ik wel heel graag dat met mijn opa delen. Ja, als klein kind ging ik altijd logeren bij mijn opa en oma. En dan kwam opa weer terug van de zoveelste mooie reis. En ik weet nog wel het moment dat hij terugkwam en dat hij de Dalai Lama had ontmoet. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat is zo'n inspirerend iemand, zo'n bijzondere man. Dat hele diepe indruk op mij heeft gemaakt. Dat mijn opa in gesprek ging met de Dalai Lama. En ging praten over allerlei wereldproblematiek. Dat komt al wel binnen. En tegelijkertijd is het dan ook wel heel bijzonder dat je dat dan gewoon ervaart. Als je heel jong bent natuurlijk. Dat soort werelden helemaal niet zo ver weg zijn. Als je je maar daarin stort en als je daar maar mee aan de slag gaat. Dan, nou ja. En dat project was verbonden aan Desmond Tutu. En ik heb toen de eer mogen hebben om hem te mogen ontmoeten. En dat heeft een hele grote indruk op mij achtergelaten. En zo'n man die straalt. En die heeft natuurlijk zoveel meegemaakt. En als je denk ik hebt gezien en meegemaakt wat hij heeft meegemaakt, dan kan je denk ik ook daar heel erg verdrietig van worden. Maar deze man is één brok aan energie en het was echt fantastisch om dat mee te mogen maken en om een gesprek met hem te voeren en om te zien hoe hij die kleine dingen die wij aan het doen waren, namelijk een studentenproject in Zuid-Afrika, heel bijzonder vond en daar heel, weet je, echt van inzag dat dat heel belangrijk was. En dus op alle niveaus eigenlijk kon schakelen en nou ja, mensen het gevoel kon geven van, hey, doe er toe wat jij doet. Maar die van mijn opa, die vindt dat natuurlijk geweldig. Ja, die is dan heel trots, hè, dat je dan een project aan het doen bent. En die vindt het niet meer dan normaal. Dat je dan met dat soort mensen ook natuurlijk eigenlijk die ervaringen mag delen. Dus die vond dat wel bijzonder. Ja. Ik dacht dat ik dus een sollicitatiegesprek had met Wubbe Ockels. Dus ik had me heel goed voorbereid en ik had geen idee wat ik kon verwachten. En toen was er dus een setting met hele harde DJ-muziek op de achtergrond. En biertjes en gezelligheid, jonge mensen. Ik herinner me dat ik 5 minuten met Wubbe heb staan praten, gewoon over allerlei leuke dingen. En dat was eigenlijk mijn sollicitatiegesprek. En na 5 minuten zei hij van, hey, maar zie je het zitten? Gaan we dit doen? En toen was ik degene die zei, nou, daar moet ik wel even het weekend over nadenken hoor, Wubbe. Toen ben ik op maandagochtend met Wubbe begonnen. En toen had ik natuurlijk nog geen kantoor. Dus toen zei Wubbe, nou, dan heb je hier mijn huissleutel. En ze hadden een voor- en een achterhuis aan de Keizersgracht. En het voorhuis, daar mocht ik dan mijn kantoor gaan houden van dat moment. Ja, ik denk het verband tussen mijn opa, tussen Desmond Tutu, tussen Wubbe, dus alle mensen die wij hebben geïnspireerd in de afgelopen jaren, is toch dat je, je al je energie kan inzetten om iets te verbeteren in de wereld en daar echt aan te gaan staan. En dat ook nog te doen op een positieve manier. En dat probeer ik nog steeds iedere dag met het werk wat we nu doen.